Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Etholdi. En vandaag zijn we weer terug met de tweede versie van Settlercraft, oftewel Castle Defend, voor de Invite selectie. Dus meteen na het vorige potje, omdat het vorige potje heel kort was. Dus we gaan weer eens even kijken wie er goed bezig is. We zijn natuurlijk weer met z'n drieën, met de Pokémon Professor Emil en de vurige vuurpoot Marky Parky Quarky. En we gaan er tegenaan. Oké, okay, één Empire hier die is een beetje aan het durpen hier in de voorlinies. Zit ook helemaal niet te killen. Nou. Iemand zit te branden in het vuur. Moet ik ook branden. Zoals ik zeg, ooit zegt iemand wel aan het rennen zijn. Jurgen, kijk uit! Woehoe! Lopen! Oh shit, er zit iemand drie Empires. Drie hele Empires. Ik ben dood, ik ben hartstikke dood, want ik kan niet PvP'en. Daarom zou ik nooit in een fight doen. Deze mensen zijn wel goed bezig, vind ik. Teun R, oh Teun R, oh Teun R, Teun R. Moeten we even serieus kijken wie we allemaal goed vinden. Oh, shit. Teun R, die heb ik al vaak damage genoemd. Dat is cool. Dat is een kaashoofd. Maar ik bedoel, we kunnen niet allemaal alleen op Allo gaan, want dat zou vriendjespolitiek zijn. Dat is geen vriendjespolitiek, want ik dacht dat hij slecht was, maar nou doet hij opeens goed. Oh, in dat geval. Yo, go Allan! Go! Oh, Allan kijkt deze video. Oh, hij dacht dat ik slecht was. Oh. Je hebt toch wel een knolpower texturepack, hè? Tuurlijk niet, ik heb geen knolpower texturepack. Ik heb de meest coole en populairste texturepack ooit. Het heet Default. Oh, moet je fuck. Gaan downloaden. Moet je echt gaan downloaden? Quinter. Wat een rotnaam is het eigenlijk. En deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door... de parkietgeluiden van Emil. Oh, serieus? Zijn die te horen? Nou ja, maakt niet uit. Lekker tropische aflevering. Ja, tropisch. Oh, wauw. Teun, hier. Wat nou, Teun is niet goed? Teun, ik ben lekker bezig. Teun is gewoon goed bezig, hoor. Dat is gewoon... Maar ik ga even tussen de chat kijken wie nog meer een beetje damage doet en zo. Helaas kun je de kills niet zien. Dat zou wel nice zijn. We kunnen een beetje gaan kijken wat Empire bijvoorbeeld kills haalt. Zo. Nexus 2 is hartstikke dood. Yeah. Ik heb een gangetje gevonden. Waar ik niet eens wist dat het bestond. Maar het is best wel vet, want ik zit onder de grond. Dik songteksten, right? Dik, ik vind jongens. Het prachtig, het rijmt zelfs. Ja, nou, joh, je zou eens moeten weten. Als ik echt kon zingen, zou ik zo vaak... parodies en wat dan niet uploaden. Oh. Jongens, weet je wat we moeten doen? Bij Cube World denk ik ook altijd zin. Nee. Ik heb een heel goed idee nu. Oh, officieel goed idee. Als we nou gewoon een rijmbattle doen voor Settlercraft. Je moet een heel mooi liedje over Settlercraft schrijven. En dat in de reactie zetten. Ja, maar dan kunnen mensen het wel kopiëren. Maar dan doen we gewoon degene die het eerst was. Oh, fuck! Ik let er nou niet op, omdat ik aan het luisteren was en nu zit ik in het vuur. Doe je ga. Pokémon Professor! Oh, oeps. Nee! Ik ben hartstikke dood. Ik nog niet. Zal ik mijn eigen vuurtaart text pack? Nee, maar dan hebben we Mark Power. Dat wordt net in de chat geschreeuwd. Hashtag walvis. Hulp nodig aan mij. Je mag voor 5 euro helpen. Ja, maar Mark heeft echt wel hulp nodig. Ja. Ik ben noob. Nou, niet daarmee, maar gewoon, Mark heeft hulp nodig. Ik design veel. Ik heb zin te zeggen, ik ook. Ik heb geen hulp nodig, ik ben een grote jongen, oké? Okay? Ik kan dingen zo. Mark heeft hulp nodig, hij moet zo meteen naar de wc en hij kan nog niet alleen. Nee, ik kan hem gewoon niet alleen. Los. En ik woon te ver weg, dus ik kan hem helaas niet helpen. Oh nee. En ik moet ook nog heel slecht kan ik daar ook bij helpen? Mij toe, of niet? Liever geen jongen, dat zou een beetje awkward zijn. Ik heb ook wel een zusje. Want de meisje is niet af. Oh nee, niet Alice. Niet je zusje, doe dat maar niet. Dat vind ik een beetje te ver gaan. Ik moet zeggen, ik vind die durpende zeepal hier wel lekker aan het verdedigen hoor. Alleen hij wint eigenlijk, dat lukt hem niet echt. Durpende zeepaal? Nou, hij doet het nog best goed. Zeepaal. Ik weet het dan sommige anderen, ik vind het wel. Dan houden we hem in gedachten. Ja. Och. Hij maakt kans, jongens. Zeepaal, je maakt kans. Godsamme, dan spring ik weer in die lava. Lekker bezig. Nee, niet lekker bezig. Uitgeteken. Oh, fuck. Lekker bezig. Je bent zo lekker bezig, Freek of Thomas. Ben zo lekker bezig, zeepaaltje. Mark en Sophie.
Welke Sophie? Oh god. Nee, ken ik niet. Niet liegen jongens, dat is niet lief. Natuurlijk ken ik Sophie. Ik heb haar zelfs op skiek. Oh, ze heeft je zelfs gelikt. Crazy girl. Ja, ze The crazy girl. Is dat haar officiële bijnaam? Jongens, even een feitje. Ik ben ooit gelikt door Sophie. Oh my god. Even een feitje met vuurpoot. Feitjes met vuurpoot! Ik word achterna gezeten. Bam! Ik ben het fortress aan het insluipen. Go do it, Jurgen. Go do it. Ik geloof je. Maar volgens mij staat er een dupende IC-paal. Ja, die is echt lekker bezig met verdedigen, hoor. Echt, ik heb 2 mensen achter me aan. Jongens, ik ben afleiding. Wither bro. Hier heb ik 3 mensen achter me aan. P60 no scope. Dat komt ook omdat ik net niks te zien ben. Wat zijn die coins? Ik krijg telkens als ik damage, krijg ik coins. Dank je. Ja, daar kun je dingen mee kopen uiteindelijk in een lobby. Ja, uiteindelijk kun je dat voor coins krijgen als je Cast Defense speelt. Ha! Ha! Yeah! Yes! Basic Jurgen! Net als ik eraan kom, dan denk je van, oh, laat ik ook even wat doen, maar nee. Of course not. Die zeepaal! Die kon me niet killen! Ik ben aan het antwoorden. Die zeepaal die had me niet. Ik ben mensen aan het antwoorden de hele tijd. Oh Christ. Dat is lastig. Ja, dat is best wel lastig. Moet ook niet doen ook, hè? Nou, is die Finnyboy die zegt dat hij geen 12 was, maar hij heeft 2000 in zijn naam. Dus ik weet zeker dat hij 2002 is geboren. Hoe oud is hij dan? Dus help me even. Is hij toch 12? Of ben ik nou gek? Wat? Hij zei dat hij geen 12 was, maar hij zei 2002 is zijn naam. Dus de dippende zeepaal, die sloeg me gewoon hartstikke dood. Hartstikke dood. Dus zou niet toch 12 zijn? Maar we gaan wel lekker. We gaan hard. Lekker, jongens. We gaan lekker. Wie gaat voor de Nexus kill? Nog 2, jongens. Nog 2. Ja, nou is het voor de verdedigers wel makkelijk. Want ze hebben natuurlijk maar 1 paaltje. Alan bekijkt het even met een net blik van, jongens, we hebben nog niet gewonnen. Kijk, dat moet je ook niet denken als je dan in die arena staat, hè. Niet denken dat je al gewonnen hebt, omdat er nog maar 3 over zijn. Nee, Alan denkt goed, man. Je moet doorgaan tot de laatste man. We zullen doen. Hij is goed bezig. Bam! Bam! Die is hartstikke dood. Maar in ieder geval, dit wordt dus het einde van deze aflevering van je Settlercraft Castle Defend Mix-up Invite Ding Gedoe. Yeah. En hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. Als dat zo is, vergeet dan niet eventjes een duimpje achter te laten. Wil je nou nog meer trainen met je PvP skills, kan jij natuurlijk ook hier op de DDG server gaan trainen met Castle Defend. Wij zijn klaar voor vandaag, maar misschien dat we aan het begin van volgende week ook nog eens eventjes een potje spelen. In ieder geval, tot de volgende video. Toodles. Doodles.